Izquierdo. Hans Van Aken. Claudemir ponownie. Izquierdo. Izquierdo! 2-1 dla Brugge. Ale szo... Van Aken, Claudemir, slim. Afgemaakt door José Izquierdo. Zo is het doelpunt. José Izquierdo chciał technicznie. Claudemir je lewosem. Zobaczmy, ależ była szansa. Kolejny Dion Kuz, numerem 21. Palacios. Palacios, świetna piłka. Claudemir, Hans Van Aken, Van Aken. O nie, to trzeba było. Izquierdo, lewa strona boiska, zagrywa do środka. Jest tutaj Claudemir, wychodzi Izquierdo. Izquierdo, pole karne, Izquierdo! Obok bramki zespołu Ander... Sen, Van Aken, Claudemir. Super Pass wieder. Den trifft Izquierdo dann nicht richtig. Aber dieser Claudemir mit der 6, was der für Pässe aus der Mitte rauszaubert, das ist. Former now is Leia. Ale Karambodzi, to jest Taran. Claudemir. Claudemir. Limbombe, pole karne. Przestraszył się Karim. Apijak przed 16, Claudemir, Van Aken, ponownie Claudemir, w 16, Izquierdo, Izquierdo! Met rechts dan maar, een goede kapbeweging, met links de voorzet. En de kopbal van, ja daar is de 2-2, tuurlijk! De kopbal van Claudemir en de gelijkmaker van Wesley. Hij scoort ook in elke wedstrijd tot nog toe in play-off 1. Dit is een lekker begin voor Club Brugge. 9 minuten ver in de tweede helft. En Laurens de Bok doet het goede werk daar. De knik van Claudemir is voldoende moeilijk voor Steppen. En dan Wesley. Simpel. 2-2. Sterke terugkeer van Club Brugge op deze manier. Vossen. Van Aken erdoor. Van Aken. 1-1. De gelijkmaker voor Club Brugge is er in minuut 21. En het is de 8e van Hans Van Aak. Ze moesten achtervolgen tegen KVO Stende. En dat hebben ze toen vrij snel rechtgezet. Hier is de gelijkmaker ook op een goed moment. Balletje binnendoor. Opnieuw Heli Belton Palacios. Claudemir. Dat is een goede bal. Van Aken, rug naar de goal, snel gedraaid. Zwak afgewerkt. Weer op de goede plek om het te proberen. Ineens goed leggen, maar iets te zwak getrapt met de linkervoet. Hand. Shona Di Matta. Claudemir voor Van Aken. En Driesje meteen in de dubbele dekking. Hij valt Izquierdo aan. Vrije trap, snel genomen. Van Aken. Claudemir Vossen, Proto en goal. Nee, dit is Vossen. Het was Rotariu die trapte. Tot bij Claudemir. Goed gestoken die bal. Was denk ik voor Izquierdo bedoeld. De kans voor Rotariu, de rover. Goed balletje van Hans Van Aken. En weer die derde heel dichtbij voor Club Brugge. Rotariu. Opvallend. In de tweede helft de Roemeen van Brugge. Hier is Izquierdo, een van de twee Colombianen van Brugge. En zeker de beste van de twee. Hij maakt er twee. Het is dus de eerste ploeg in play-off 1 die 3 keer scoort in 1 wedstrijd. Claudemir met een uitstekende bal voor Izquierdo. Die pakt hij in 1 keer. En hij verslaat Dutoit, waar dat eigenlijk niet zou mogen kunnen. In die korte hoek. Claudemir, Wesley, weer Claudemir en Van Aken. Gaat hij knallen? Nee. Op rechts vormen. Geduldige opbouw van de club. Dat Sint-Truiden werkelijk versmacht in deze fase van de strijd. Gené eronder door. En de Bok. En op het juiste moment voor de goal. De 2-1. Op een minuut of 5. De scheve situatie helemaal rechtgezet.
Wat een verpletterende, versmachtende druk van club. En Sint-Truiden kraakt in het eerste kwartier van de tweede helft. En dit is het club dat Michel Prudhomme wil zien. En dan toch de ploeg die hij zo vaak heeft gezien. Maar in de eerste helft, ja, wat kabbelend vooruit zag. Strompelen, zeg maar. Nu en dan kansen, maar echt fantastisch voetbal niet. Nee. En nu Claudemir. Die na de 1-1 van Van Aken. Refailov. Die rolt ineens voor de voeten van Van Aken. Izquierdo. En dan via Bossut de lat. Minuut 10. Er wordt heel secuur gepaast. Het gaat heel goed. En er is amper afval af en toe bij een risicopaas. Van Aken strookt met heel veel volk daar. Al door de benen van de ene of de andere. De voorzet is uiteindelijk van Izquierdo. We zijn bij Refailov. De kap van Refailov. En het schot van Jelle Vossen. Save van Sami Bossut. Misschien min of meer in de fout bij die vierde goal. Maar knap van Claudemir. Ruimte bij Izquierdo. Vossen voor het doel. Vormer van Aken. Dat is mooi gevoetbald. En nu snel voor Izquierdo. 1-1 tegen Kosmans die uitglijdt. Kimmler Izquierdo die maakt dat af natuurlijk. En zo in de 49ste minuut 2-0 voor Club Brugge. Dit is prima gespeeld hoor. Snel van Aken naar Claudemir. Geen buitenspel van Izquierdo. En dat ziet u op dit beeld niet. Maar Kozemans is dan recht gekrabbeld nadat hij was uitgegleden. En zo krijgt Izquierdo nog meer tijd. En die bedankt dan met een doelpunt. In, laten we zeggen, 18 minuten weer wat gezakt. Nu wel de verre wal op Vossen. Geen buitenspel. 1-1 met Kozemans. Jelle Vossen, jawel. En een doelpunt. Hier die lange bal van Claudemir. En dan exact op het juiste moment vertrokken door Jelle Vossen. En die komt 1-1 met Kozemans. En zo is het zijn derde doelpunt van de avond. En 4-1. Nezgodan centar šut, ali ipak otklonjeno to bez puno problema. Jasno, čim budu dolazili prema napred igrači, bit će šanse za ovakve kontra i evo pogotka za klub Riž sa igračem manje. Kao navijen po strani, bio je dosta raspoložen, rekao sam i ranije, glavnina opasnosti dolazila je s te njegove strane, bio je u par navrata. Claudemir speelt de bal tussendoor. Izquierdo in de grote paklijn. Gaat meteen uithalen. Ready. Simons. De botsende bal naar Thibaut Peyre. Maar is hem wel kwijt aan Vossen. Claudemir neemt over. Kan hem meegeven naar Izquierdo. Voor doel zowel Vormer als Vossen. Maar het is uiteindelijk het tweede doelpunt van de avond van José Izquierdo. Goed van Jelle Vossen. En dan komt de bal bij Izquierdo. Hij kan de bal naar de tweede paal spelen, naar een van zijn ploegmakkers. Maar hij verkiest. Ruud Vormer, opnieuw wegdraaiende bal. Claudemir kopt hem naar Vossen en deze keer is het wel raak. En dan is er appel voor buitenspel. Maar niet gevlacht en niet gefloten. En dus is dit het 100ste doelpunt in de Jupiler Pro League van Jelle Vossen. Brede grijns bij Jelle Vossen na die hoekschop. Eerst nog verlengd door Stojanovic, maar Claudemir die kopt hem weer goed. En dan is daar Jelle Vossen op de goede plek. In de draai en binnen.